Aan dit plein ligt een van de twee uitdeelpunten van de voedselbank in Maastricht. Daar werken onder andere moeder en dochter Grietje en Marloes Leenhouts. Samen met andere vrijwilligers en sponsoren proberen ze de minder bedeelden van Maastricht-West een hart onder de riem te steken. Ik geloof dat God mij in de wieg heeft gelegd om te kijken naar de andere medemensen. En vooral die wat het een tijdje moeilijk hebben. En dan zit ik hier op de voedselbank. Zit ik op de juiste plek eigenlijk. Want hier kan ik door de hulp te bieden, kan ik ook een luisterend oor geven. Of een arm om de schouder. En dat is wat mij het meeste boeit. Om alles met elkaar te delen, is het vreugde of verdriet, als je je medemens maar ziet. Nou, de pakketten die wij hier krijgen, ja, we krijgen zelf een klein gedeelte, dat zijn al 47 gezinnen, die komen elke week. Dan hebben we nog een hoofdkantoor, die zit in Landgraaf. En daar brengen ze voor Limburg alleen 500 pakketten. Het leven lijkt heel vaak op een lange optelsom. Waarbij je bij de streep. We hebben zeker nog een wachtlijst. Op het ogenblik hebben we tussen de 175 en 200 gezinnen die nog zitten te wachten op een voedselpakket. Soms loopt het in het leven niet zoals je had verwacht. En lig je maar te malen, doet geen oog dicht heel de nacht. Sowieso iedere donderdag, donderdagmiddag dan. En dan zijn we ook open van 2 tot 5, ook voor mensen die spullen willen brengen. Die kunnen dan hier terecht. En buiten dat wonen we hier vlak om de hoek. Dus we hebben altijd, kunnen wij hier binnenkomen, mochten er mensen tussendoor, soms komt de aardappelboer of een fruitteler die heel veel fruit over heeft, komt het afleveren en ik kan niet op donderdagmiddag. Nou, dan nemen ze contact met mij op en zorg ik dat van toch gebracht kan worden. Ik heb zelf 3 jaar bij de voedselbank kunnen krijgen. En ik heb nu een zaak op de Koningsloevenstraat. En ik ben blij dat ik alle mensen kan helpen. Samen komen we